Goedemorgen allemaal, mijn naam is Erik Knol, programmamanager bij regieorgaan SIA en verbonden, zoals Gerard ook al net zei, aan de Kiem Heijten regeling. Ik ga u met deze paar minuten even vier punten kort belichten. 1 is, voor wie is deze subsidieregeling? 2, waarom is deze subsidieregeling in het leven geroepen? 3 is, wat is de inhoudelijke focus van deze Kiem Heijten subsidieregeling? En 4 is, wat is de planning voor dit jaar? Wie is deze regeling? In principe zou je wel kunnen zeggen, deze regeling is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers bij kennisinstellingen. Dat zijn onderzoekers verbonden bijvoorbeeld aan hogescholen, universiteiten, academische medische centra en bijvoorbeeld NWOI-instituten. Het zijn de onderzoekers die de subsidieaanvragen insturen en het zijn ook de onderzoekers die in het kader van deze subsidieregeling middelen ontvangen om onderzoek uit te voeren. Maar deze regeling is juist ook bedoeld om het MKB-bedrijf te betrekken. De projectaanvragen die worden ingestuurd, die moeten gebaseerd zijn op de innovatievraagstukken van MKB-bedrijven. Dus MKB-bedrijven vormen een hele belangrijke speel in de projectaanvragen die kunnen worden ingestuurd. Vanzelfsprekend kunnen ook overige partijen aanhaken bij de projecten. Overige partijen kunnen bijvoorbeeld zijn het grootbedrijf, waar Gerard het al over had, maar bijvoorbeeld ook publieke instellingen of overheden. Waarom is deze subsidieregeling dan zo interessant? Gerard heeft het net ook al aangegeven, Holland Hightech heeft de ambitie om technologische innovatie in de hightech-sfeer in Nederland verder te stimuleren. Dat ecosysteem verder vorm te geven. En een bijzondere groep die we daarbij willen betrekken is het MKB. Hoe kunnen we MKB-bedrijven helpen met technologisch innoveren? Kan wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek daarbij helpen? En we zien dat de Kiem-regeling daar echt bij kan helpen. De Kiem-regeling is een kortlopend, compact instrument, een onderzoeksinstrument. En kenmerkend voor de Kiem-regeling is dat de looptijd van het traject is slechts 1 jaar. En een bescheiden onderzoeksbudget is er voor onderzoek van €40.000. Dus je zou kunnen zeggen, de Kiem-regeling is een laagdrempelige regeling voor MKB-bedrijven en onderzoekers om samen op te trekken. En waar gaat het dan om? Verkennend onderzoek, explorerend onderzoek. Nieuwe methodes in kaart brengen samen met bedrijven, prototypes ontwikkelen samen met bedrijven of misschien samen analyseren in hoeverre een bepaalde technologie in een applicatiegebied gebruikt zou kunnen worden. Dus kortom, Kiem-regeling laagdrempelig en zeer interessant voor MKB-bedrijven en onderzoekers om samen op te trekken. Wat is dan de inhoudelijke focus van Kiem Heijten? Daarin hebben we 2 kaders centraal gesteld. Enerzijds zeggen we van Kiem Heijten gaat over de roadmaps die er zijn en anderzijds gaat Kiem Heijten over de sleuteltechnologieën die er zijn. Roadmaps zijn de technologieroutekaarten die ontwikkeld zijn in het kader van Holland Heijten en die zijn ontwikkeld door wetenschappers en door vertegenwoordigers uit de Heijten-industrie. Roadmaps, er zijn er 15 opgesteld en die gaan bijvoorbeeld over Smart Industry, fotonica, medische technologie en lucht- en ruimtevaarttechnologie. Dus daarmee 15 roadmaps als kader voor deze subsidieregeling. Maar ook de sleuteltechnologieën staan centraal. Sleuteltechnologieën zijn technologieën die wij belangrijk vinden met elkaar. Dat zijn bijvoorbeeld technologieën die wetenschappelijk interessant zijn. Dat zijn technologieën die maatschappelijk van waarde zijn voor de transities waar we aan willen werken. Maar dat zijn ook technologieën die van waarde zijn voor ons economisch verdienvermogen van de toekomst. En vorig jaar zijn er 44 sleuteltechnologieën gedefinieerd en onder andere omarmd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En die 44 sleuteltechnologieën zijn geclusterd in 8 groepen, bijvoorbeeld nanotechnologie, bijvoorbeeld digitale technieken, bijvoorbeeld fabrication technologies, bijvoorbeeld materialen. En 6 van die 8 clusters zijn ook weer gekoppeld aan deze Kiem Heijten regeling. 2 zijn er uitgesloten. Dat zijn technologieën gekoppeld aan chemische technologie en dat zijn de sleuteltechnologieën die gekoppeld zijn aan het cluster life sciences en biotechnologies. Maar al met al zou je kunnen zeggen, met die 15 roadmaps en met 6 van die 8 inhoudelijke clusters op het gebied van sleuteltechnologieën, voldoende ruimte en mogelijkheden voor MKB-bedrijven om samen met onderzoeksinstellingen mooie, krachtige, interessante projectaanvragen in te sturen. Vanzelfsprekend staat SIA altijd open voor het gesprek met jullie. Bel mijn collega's om ook af te tasten of jouw projectidee ook past bij de inhoudelijke focus van Kiem Heijten.
We willen graag reflecteren en meedenken om te kijken hoe een projectidee passend gemaakt kan worden. Dus schroom niet om mij te bellen, schroom niet om mij te e-mailen om het gesprek aan te gaan. Wat is het tijdpad voor dit jaar? Voor Kiem Hightech hebben wij 3 indieningsmomenten centraal staan. En in de woorden van SIA gebruiken wij ook wel eens het woord ophaalmomenten. Dus 3 ophaalmomenten gedurende dit kalenderjaar om projectaanvragen, ingestuurde projectaanvragen, tot ons te nemen en te beoordelen door een beoordelingscommissie van experts. Er is al een indieningsmoment geweest medio januari. Veel belangstelling hebben we gezien voor dat eerste indieningsmoment. En er komen dit jaar dus nog 2 indieningsmomenten. 21 mei is er een indieningsmoment en op 8 oktober is er een indieningsmoment. En medio augustus kunnen we helderheid geven over de financiering van projecten wat betreft die ronde 2. En communicatie over ronde 3 zal plaatsvinden in januari 2025. Dus mocht je interesse hebben in deze Kiem-regeling, er zijn nog 2 indieningsronden om je projectidee in te sturen. Dus daarmee veel succes. Vanzelfsprekend heeft ook deze subsidieregeling de nodige criteria om ook zeg maar, de binnenkomende voorstellen kritisch tegen het licht te houden en te kijken van zijn ze van waarde en vinden we dat we daar vanuit Holland Hightech en vanuit SIA daar financiering aan kunnen koppelen. Het is natuurlijk niet zo dat de medewerkers van SIA en de medewerkers van Holland Hightech bepalen of deze projecten gefinancierd mogen worden. Er is een beoordelingscommissie met experts uit de wetenschap en uit de industrie betrokken. En zij bepalen uiteindelijk welke projecten gehonoreerd mogen gaan worden. En dan kijken we naar deze 4 criteria die je hier op de slide ziet staan. In eerste instantie natuurlijk kijkend van, past het projectidee inhoudelijk bij de inhoudelijke focus van Kiem Hightech? Waar ik het net over had, die 15 roadmaps en die sleuteltechnologieën die centraal staan. Nou, wat we al meerdere keren deze ochtend voorbij hebben horen komen van, ja, is het echt wel een idee wat komt uit de praktijk? Is het een idee wat vanuit de praktijk is ontstaan? Is het een idee waar MKB-bedrijven graag mee verder willen? Dus die praktijkvraag die moet centraal staan in het projectvoorstel. En wat daarbij ook speelt is van, ja, die vraagarticulatie. Het is natuurlijk zo, de resultaten uit het project is natuurlijk interessant voor het bedrijf. Maar we proberen natuurlijk ook te kijken van, is er een bepaalde doorwerking ook aan de orde? Dat kan natuurlijk zo zijn dat dit project leidt tot netwerken of eventueel spin-off naar het onderwijs. Dus probeer ook breder ook in dat project aan te geven dat het niet alleen gericht is op dat ene enkele MKB-bedrijf met een vraagstuk. Maar probeer ook in de breedte te zien van, wat biedt dit project nou als opstap naar meer? Ook het netwerk natuurlijk, het consortium wat aan de orde moet komen. Is daar de expertise aanwezig om dit project inhoudelijk op te pakken? Is het zo dat aan de onderzoekskant de juiste wetenschappers aan boord zijn? Maar is het ook zo dat aan de praktijkkant de juiste MKB-partners aan boord zijn of eventuele overige partners? Bijvoorbeeld vertegenwoordigers bijvoorbeeld uit het ziekenhuis. Kijk het ook naar de case van Erik Puik zojuist. En wat we heel specifiek willen aangeven en wat van belang is, er moet natuurlijk op zijn minst 1 MKB-bedrijf aan boord zijn in het consortium. Nogmaals, het is een MKB-gedreven subsidieregeling. En uiteindelijk, een projectplan moet natuurlijk ingediend worden. Wees duidelijk in dat projectplan. Wees kort en bondig en coherent. Wat wil je met dit project oppakken? Geef duidelijk aan waar je naartoe wil werken. Wees daarin ook specifiek. In werkpakketten, in actielijnen en in acties die naar voren moeten komen. Maar natuurlijk ook wel weer met de link naar die doorwerking waar ik het net over had. Dan nog even wat algemene aandachtspunten. Bereid je altijd tijdig voor op het insturen van een subsidieaanvraag. We hebben natuurlijk die deadlines staan van 21 mei en 8 oktober. Probeer wel alvast in het voor goed die contacten op te bouwen met hogescholen en andere kennisinstellingen om te kijken of een projectaanvraag samen opgepakt zou kunnen worden. Kijk ook goed vroegtijdig naar de website van SIA welke formulieren er ingevuld moeten worden, met welke handtekeningen van welke organisaties. Dus een tijdige voorbereiding maakt het wat makkelijker om in die weken voor de deadline een goed en sterk plan in te sturen. Kijk ook even op de website naar de nodige documenten die moeten worden gestuurd. Gebruik je het correcte format en stuur het volledig in.
Het zou zonde zijn natuurlijk als je bepaalde stukken niet invult of niet helemaal volledig invult. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Dan nog even het principe wat centraal staat in deze subsidieregeling. First come, first served. Dat betekent eigenlijk dat we graag ook partijen willen enthousiasmeren om ook tijdig toch ook wel een projectvoorstel in te sturen. Er is altijd wel veel belangstelling voor de kiemregeling als we kijken naar de afgelopen jaren. Dus we hanteren dus daarmee dus ook het principe van wie het eerst een volledig en geaccordeerd plan instuurt, krijgt het eerste ook de aandacht van de beoordelingscommissie. Dat is het principe hoe dat hier werkt. Wil je daar meer over weten hoe dat nou precies eruit ziet, neem dan even contact op met mijn collega Jerry. Wat ik al ook op de slide heb staan, bel gerust met SIA voor vragen of opmerkingen. En tijdens het project heb altijd even in het achterhoofd dat het gaat om subsidie, het gaat om publieke middelen. Dus denk na over de vastlegging van de uren en de kosten en dergelijke die gemoeid zijn bij het uitvoeren van het project. En denk na ook over hoe je dit project zou willen verantwoorden na afloop van een jaar. Tot zover even wat specifieke aandachtspunten. Maar nogmaals, neem contact op met mij en met mijn collega Jerry en andere collega's van SIA, mocht je vragen of opmerkingen hebben over het indienen van een subsidieaanvraag. Dankjewel zover.